Ik ben weer terug in Nederland en na een geweldige periode in Dubai ben ik nu zelf aan de slag gegaan. Dat valt aan de ene kant niet mee om je consequent te houden aan de dingen die je geleerd hebt. Ik doe veel in daghandel op de optiebeurs, de AIX. Ik schrijf calls en ik schrijf puts en die premie die ik daarvoor vang, die probeer ik binnen te halen en te verdienen en te behouden. Nu heb ik natuurlijk in Dubai geleerd dat ik daar bescherming voor moet kopen. Dat heb ik ook gedaan. Ik bescherm nu mijn portefeuille per week door het aantal posities die ik overnight heb te beschermen door middel van gekochte calls en gekochte puts. Dat kost premie, dat is hetzelfde als bij een verzekering. Maar dan ben ik ook beschermd tegen eventuele stijgingen en ook tegen eventuele dalingen. Dus dat geeft mij een heel goed gevoel om op die manier verantwoord te beleggen. Ik heb net ook een fout gemaakt. Ik heb ook lange puts gekocht. En ik heb voor mijn lange termijnvisie heb ik nog geen calls gekocht. Omdat ik dacht, nou die beurs die gaat nog wel even zakken de komende tijd. En daar heb ik behoorlijk voor op mijn kop gekregen dat ze zeiden, nou je snapt het blijkbaar nog niet helemaal. Je moet dus proberen te zorgen dat je binnen die bandbreedtes blijft en dat je die deltas in de posities benut. Dus ik heb eigenlijk een beetje straf gekregen. Ik moet mijn huiswerk dus wat beter gaan doen voor mijn lange termijn portefeuille. De korte termijn portefeuille gaat goed, daar doe ik leuke trades. Maar de lange termijn, daar moet ik behoorlijk even aan bij gaan schaven en me echt aan de regeltjes houden. Wat is namelijk het grote probleem waar je als belegger in de praktijk tegen aankomt om je aan de strategie te houden? Maar dat is nu net wat André en Twan proberen mij ook te leren. Ik moet consequent zijn en doen wat zij zeggen, anders werkt de strategie niet. En daar ben ik me nu heel goed van bewust, dus dan ga ik de komende weken ga ik dat goed aanpassen. En dan hoop ik dat ik met mijn andere zaken waar ik mee bezig ben, dat het gewoon allemaal leuk blijft draaien. En op dit moment heb ik gelukkig geen klagen over de resultaten.